hadden geboekt. Of nou ja, jij had geboekt voor mij als verrassing. Op deze gigantische boot kwamen we namelijk aan op dit eiland. Maar zie je helemaal jungle hier. Met een leeg strand waar niemand is. En op de boot zat trouwens ook helemaal niemand. Alleen wij. Weet je zeker dat we wel bij de juiste locatie zijn? Nou, ik ben bang dus van niet. Ik toch even anders uit. Hier zijn we ook. Weet ik niet. Hier staat ook welkom to Isle Isla Nublar. En er staat een dinosaurus. Wat is dat nou weer? Het zou vast het logo zijn, Dennis. Ik heb echt geen idee waar we zijn. Het logo? Ik ben hier nog nooit geweest. Wel mooi uit, hoor. Nou, laten we maar een beetje een kijkje nemen of we ons vakantiebestemming kunnen vinden. Voor het zwemmen, het snorkelen en de... Hey, hier heb je ons. We kunnen het aan hem vragen. Hallo. Welkom bij Jurassic World. Nee, wat doe jij hier? Wat bedoel je, doe ik hier? Ik ben hier gewoon de tourgids. Ik geef hier gewoon rondleidingen over het hele eiland. Hoezo ben jij overal de tourgids? Je hebt echt heel veel baantjes. Omdat ik gewoon heel veel werk heb. Ik vind het leuk om te doen. Maar, wacht eens even. Lotte, zei je nou Jurassic World? Ja, dat zei ik zeker, ja. Zei je nou Jurassic World? Jurassic World, weet je wat dat inhoudt? Ik kan wel even een kleine preview geven. Ja, vertel, wat is Jurassic World? Jurassic World is een heel mooi eiland. Wat je hier al ziet is heel mooi bos en zo, maar... Bos? Wat je niet weet, is dat er dinosaurussen in zitten. Dinosaurussen! Van heel groot tot heel klein. Bedoel je zo'n T-Rex of iets? T-Rex. Ja, die zeker ook. Die lopen hier ook rond. Nee, die zijn hartstikke gevaarlijk. Komt allemaal goed. Wacht eens even. Wij hadden een vakantie geboekt om te zwemmen aan het strand, te snorkelen. Ja, dat stond allemaal op de advertentie online en opeens staan we hier in Jurassic World. Ja, je ziet ook daar een beetje strand en water, dus daar kan je ook snorkelen als je wil, maar... Ja, en dan worden we dadelijk opgegeten door een dinosaurus. Kans is aanwezig, maar laten we gewoon doorgaan. Oké, hier bij mijn collega kan je een... Wacht even, moment. Oké. Vandaag spelen we namelijk Minecraft, maar moeten we overleven in Jurassic Park, zoals je net ook hoorde. Met allemaal verschillende soorten dinosaurussen die rondlopen in deze wereld. En doe zeker een duimpje omhoog op de video, want anders komt er een dinosaurus in jouw Minecraft-wereld. En geloof me, dat wil je niet, want misschien eten je wel op. En oh ja, vergeet ook zeker niet op te abonneren op mijn kanaal voor meer Minecraft-video's. Ik kom eraan, meneer! Ik kom eraan! Oké, bij mijn collega, als je erop klikt, kan je een monorail hebben. Kijk, daar is toch. Iemand gaat er maar in. Rechtsklik erop en dan ga je gelijk naar voren. Nou, Lotte, ga maar eerst. Gaan jullie wel mee dan? Lotte! Wat ga je allemaal aan het doen weer? Je moet wel in het karretje! Jongens, schiet op! Dennis, kan jij er maar in? Is deze voor mij? Ja, ik kom achter jou aan. Oké, ik kom eraan, Lotte! Wow, je hebt hier gewoon een heel rails, een heel spoor. Kom je aan, tourgids? Ik kom er zeker aan. Zie je al dit mooie bos en het mooie oerwoud? Wow, maar ik zie nog geen dino's hier. Komt allemaal goed. Jullie gaan vanzelf zien wat er allemaal is. Ik geef jullie een rondleiding door heel het park. Maar hebben we wel bescherming tegen de dino's? Wow, dit is hier cool. Dit is echt midden in de jungle. Wow, wat is die bol daar, meneer? Meneer de tourgids. Die bol, daar zit allemaal water in voor de dino's. Dat is als het ware onze voorraad opslagidee. Wow, hier staat het ook. Jurassic World met een hele Jurassic poort. World. Welkom bij Jurassic World. Wow, dit is zo vet. Ja, hier moeten we hieruit. Zeker een mooi moeten park. We nog verder? Hallo, ik wil hieruit. Waar ben ik? Oh, Lotte is dus al weg. Lotte, je moet wel bij het station eruit. Ik kom terug. Geef hem maar een beetje een rondleiding. We wachten hier wel later op Lotte. Hier kom je bij de Mosasaurus Stadium. Mosasaurus? Mosasaurus is een hele grote vis. Je gaat het wel zien. Dit? Is dit een soort van kaart? Dit is de kaart. Kijk, je hebt het als in secties verdeeld. Oké. Twee, waar we nu zijn, is een beetje het watergedeelte. Dus allemaal waterdino's. Drie is een beetje het gedeelte van de dino's die een beetje vegetarisch zijn, dus planten eten. En de rode is de vleeseters. Dus daar moet je goed voor oppassen. Ja, wat eten die kunnen gevaarlijk. Ja, die eten eendjes. Eendjes? Ja, eendjes, ja. Je hoort het goed. Nou, kom maar mee. Maar, Lotte, eendjes? Ik denk niet dat je het opgegeten hebt. Ik denk aan mijn andere soort. Ik heb hotdogs bij me, dus die gooi ik dan wel naar me. Okay? Komen jullie nog of niet? Ik kom eraan. Oké. Nou, hier is dus het stadion van de Mosasaurus. Oh, mogen we hem zien? Ja hoor. Kijk, als je hier naar binnen gaat, hier kan je dus een kaartje kopen en dan doet hij allemaal kusjes. Oh! Wat is er? Oh, hij pakt hier net een haai. Zie je hem daar in het water? De Mosasaurus. Wow, dat is hem dus. Dat ding is groot. Ja, zeker. Misschien komen we dadelijk. Misschien komt er dadelijk een haai. Lotte, zag je dat? Je wil zeker niet dat hij jou opeet.
Kan je daar ook zwemmen? Kan je daar zwemmen? Ja, je kan het proberen, maar de kans dat je het gaat overleven is heel klein. Wow, maar laten we maar weer doorgaan. Wat zei je? Doet hij dat niet nog een keer? Wat doet hij niet nog een keer? Dat kunstje? Ja, misschien heeft hij geen honger meer. Ik weet het niet. Wow, oké, we gaan verder. Wow, Lotte, zag je dat? Is zo vet. Hé, mooie dame. Hallo, we zijn bezig met de tour. Nee, kom maar, Oké, als we hier doorgaan, hier zie je ook allemaal tentjes waar je eten kan kopen en zo. Lekker. Au. Wat is dit voor iets? Dan moeten we wel via de trap. Ja. Komt allemaal goed. Kijk, wat je hier hebt. Nee. Oh, hotdogs. Allemaal hotdogs. Lekker. Ik heb een hotdog gehaald. Wil je ook eentje? Ik wil best een hotdog, ja. Nou, kijk eens aan, alsjeblieft. En ik heb een suikerspin gekregen. Echt? Ik wil ook een. Mag ik ook een suikerspin? Oh, dit was zo lekker. Ik wil ook een suikerspin. Nou, ik mag niet. Hier, Dennis, alsjeblieft. Maar, oh, ja, dankjewel. Oké, zullen we doorgaan? Kom. Ja, we gaan door. Oké, ik denk dat we hier naartoe moeten. Ik weet het niet zeker, maar... Hoezo niet? Jij bent de tourgids. Ja, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Oké, dit vind ik een beetje raar. Wow, dit is vet. Nou, dit zijn allemaal appartementjes die je kan kopen. En ja, niet per se kopen, huren. Je kan hier niet wonen, maar je kan er wel gewoon huren en ja. Oké. Wow. Waar gaan we heen? Dit is het zwembad? Ja, dit is een beetje de boulevard. Dit is een beetje een ander thema die we net hadden. Oh, dit is een restaurant, ja. Ja, ook een restaurantje zijn hier en zo. Pas op voor het zwembad, Lotte. Oh, ja, komt goed. Zullen we verder gaan met het nieuws? Ja, ik wou net zeggen, want hier is niet zo heel veel speciaals dan alleen de Mosasaurus. Maar het is wel echt een hele mooie dino. Ja, hij was super mooi en echt mega groot. Valt dit ook om een dinosaurus, de Mosasaurus? Ja, het heeft wel saurus in zijn naam, dus misschien Het valt onder een dino. Het valt onder een dino, ja. Oké. Kom terug. Dus we gaan nu met het treinstation naar een ander soort gebied. Ja, we gaan nu naar het, ik denk het vegetarische gebied op een vleesetende gedeelte. Daar kom je vanzelf wel achter. Als je in eentje ziet doodgaan, dan weet je waar je bent. Maar je zei dat er trouwens geen andere tourgids was. Ik zie hier nog één. Dit is een tourgids. Nee, hier kan je alleen kaartjes kopen voor de Mosasaurus. Stap maar in, Lotte. Ja, stap maar in. Oké, kom op. Dan doe ik er nog één. Lotte, je moet daarvoor. Ah, doei. Wow. Jongens. Oh. Ja, we komen eraan, Lotte. Stap maar bij het volgende station uit. Ik kom. Tot zo. Wow, dit is heel mooi, dat hotel hier ook. Lotte, heb je dat hotel gezien? Ja, het ziet er super mooi uit. Daar heb je dat restaurant. Oh! Wow, wat is er? Oh, de Mosasaurus, die sprong helemaal in de lucht. Die is zo gaaf. Wist je trouwens dat de Mosasaurus tot aan deze rails waar we nu op rijden kan springen? Dus die hoogte. Kon die helemaal tot hier komen. Oh, mijn karretje stopt. Ik pak dit karretje. Oh, Dennis, naar voren. Oh, ja, dan blijf je over mijn karretjes. Ik pak het voorste karretje. Mag die aan? Oké, ik ben hier bij het volgende station. Oké, hier stoppen. Ik kom eraan. Hallo. Hallo, meneer. Zo. Nou, laten we doorgaan. Wat is dit dan voor gebied? Dit is de gentle... Dit is de plantenetersgedeelte. Dus hier zie je allemaal planteneters. Deze zijn allemaal vriendelijk en zo. Kijk eens wat je daar hebt. Wow. Een baby trike. Dat is Ceratops. Kijk, we kunnen hier naar binnen. Oh my god, kom maar. Yes. Oké, je mag erop rijden. Je mag ze aaien. Maar liever niet slaan, want... Hallo. Wil je een hotdog? Hallo? Dennis, ik denk dat hij een hotdog wil. Hotdog, hier. Zo gaaf. Ik denk dat hij niet zo lekker vindt. Hij houdt niet zo van vlees. Is het wel de bedoeling dat we hier binnen mogen lopen? Oké, laten we verder kijken. Ja, laten we maar even verder gaan, ja. Hij ziet er wel vriendelijk uit. Hallo? Ja, ze zijn eigenlijk wel vriendelijk, maar ze kunnen wel echt heel groot worden. Oké, ik kom eraan. Waar gaan we heen? Oh, deze kant op. Ja, we gaan nu dus door de poort daarachter en dan gaan we even kijken wat daar is. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook zo benieuwd. Ik ben hier echt nog nooit geweest. Nou, hier zie je allemaal, hier zie je het Innovation Centrum. Dus wat hier gebeurt, hier wordt er allemaal gebeurd en zo. Ja, dit is dus de Spinosaurus. De Spinosaurus? Spinosaurus is een half dino, half vis. Idee. Hij kan dus, hij leeft voornamelijk in het water. Hij jaagt natuurlijk op vlees. Hij houdt heel erg van vis. Ja? Maar dat is eigenlijk wat hij doet. Hij kan zwemmen. Het staat hier dat hij er net zo uitziet of en net zo in het water leeft als een krokodil. Ja, maar hij kan natuurlijk niet onder water blijven. Hij heeft natuurlijk ook zuurstof gewoon nodig. Maar hij leeft voornamelijk wel in het water, ja. Oh, dat staat hier ook. Ja. Wow, dit is vet. Zijn er nog meer hiervan? Ja, zeker. Maar dan moeten we even door. Hier zie je ook... Huh? Dit is van een Tyrannosaurus. Dit is een hoofd van een Tyrannosaurus. Oh, die Tyrannosaurus. Is dat van een T-Rex?
Ze kunnen 500 kilo eten in één keer. Dat is echt heel veel, ja. En 230 kilo lotte in één hap. Dus dat zijn wij meer bij elkaar. Ons allemaal bij elkaar. Oké, laten we hier even naartoe gaan. Oké. Wat hebben we nog meer? Oh, wat is dit? Lotte, kijk hier. Danger? Wat is dit? Wat is danger? Dit is de elektrokamer. Kom maar mee, kom maar mee. Hé, wat doen jullie? Wat doen jullie hier? Oh, kijk hier. Hé, wat doen jullie hier? Oh, ik kom naar beneden. Oh, sorry. Ja. Kom maar verder. Lotte, jij ook. Wil je wat eten, toergids? Ik heb al eten. Ik heb een gebakken hotdog. Dus dat is wel lekker. Oh, lekker. Waar gaan we nu heen? Wil je even naar beneden gaan? Oké. Ja, doe maar open. Deze kan ook open. Kijk uit. Ren! Doorgids! Ik weet ook niet dat dit was niet het plan. Dit was niet het plan. We moeten hem opsluiten. We moeten hem weer terug doen in Sequoi. Ja, klopt. Hoe moeten we dat doen? Doorgids, ga jij te werk. Jij weet hoe het werkt. Oké. Hey. Dikke, kom dan. Kom. Oh. Leid hem af. Doorgids, hem af. Jeetje. Hij zit vast. Oh, slaap Lotte. Pas op, Lotte. Je hebt hem heel boos gemaakt. Slaan naar mij toe. Ik durf niet. Oké, ik doe het wel. Kom op, Dennis. Kom op. Hij is boos. Lotte. Hij staat achter mij aan. Nee, Dennis, wat doe je? Hij moet achter mij aan zitten. Oh nee. Ik kom ook. Jouw kant op. Hij zit er vast. Haal hem deze kant op. Hij moet achter mij aankomen. Ik weet wat ik doe. Hij komt eraan. Rennen. Doorgids. Ja. Kom. Jij moet de poort uitsluiten. Klik dan op de rode knop in het rechterkamertje. Oké, als ik het zeg. De rode knop in het rechterkamertje? Ja, bij die deur. Oké. Ja. Kom maar. Zeg maar wanneer ik erop kan drukken. Nog niet. Ja, doe maar. Oké, ik heb erop gedrukt. Ja, hij zit binnen. Ik ook. Help. Ik ben naar de deur, dan doe ik de deur open, oké? Oké, ik ben er. Het is gelukt, Dennis. Het is gelukt, high five. Oké, hij zit vast. Hij zit daar weer vast. High five. Sorry. Ik wil wel zien waar hij eigenlijk woont, zo'n beetje. Dus even kijken of hij nog weg is daar. Oké, hij is helemaal weg. Hij is naar binnen. Het is veilig! Dennis, wat doe je? Kom. Oké, ik ga mee. Laat het hier. Wat een avontuur was dat, hè? Dat was niet het plan. Oké, ik heb er ook weer van geleerd dat ik nooit zomaar aan random knoppen moet zitten. Nee, zeker niet. We gaan dat toch niet zeggen, hè, tegen het park van die twee mensen hier? Dat gaan we zeker niet doen, nee. Oké, laten we maar snel doorgaan met de mono. Maar wat hebben we hier? Dit is het Innovation Centrum. Want dit is hier, hier wordt van alles uitgelegd over verschillende dinosaurussen. Kijk deze. Ja, dit is de Brontosaurus, volgens mij. De Brontosaurus. Dit is een planteneter. Dit is de Diplosaurus. Dit is de broertje een beetje van de Brontosaurus. De Brontosaurus zijn veel groter, hebben een veel langere nek en zo. Wow, hier heb je allemaal fossielen en dat soort dingen. Wat is dit dan? Dit is de uitgang. Laten we even doorgaan, want dit is niet veel. Ja, we hebben hier nog meer. Waar ben je? Laten we even kijken. Hier wordt alles onderzocht, dus hier worden allemaal eieren uitgebroeid en zo. Oké, denk je dat die mensen weten wat we net hebben meegemaakt met die loslopende dino? Ik hoop het niet. Heb je trouwens wat eten voor me? Want ik heb hier wat eten. Hier, zo, alsjeblieft, mag je de helft van mij. Oh, dankjewel. Oké, laten we maar doorgaan dan. Ik denk dat Lotte bij het treinstation aan het wachten is op ons. En dan gaan we nog naar één station toe, denk ik. Ja, dat lijkt me een goed plan. Oh, ik ben echt uitgeput gewoon van die loslopende dino. Ik zou het tegen niemand zeggen, oké? Nee, dat ga ik ze ook zeker niet doen. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video, want anders gebeurt dat ook in jouw Minecraft-wereld. En jij hebt gezien hoe sterk die dinosaurus was. Hoi, jongens. Hoi, Lotte. Oké, kom maar naar boven, dan gaan we door. Gaat het weer een beetje, Lotte? Ja, ik zit even in het ziekenhuis, maar het gaat weer goed. Oké, pak je karretje. Ja, er staat een karretje, toch? Lotte, jij bent... Daar links, hier. Ja, dat is op verkeerde spoor. Maakt niet uit. Lotte, niet weer. Lotte, je moet niet al die karretjes duwen. Je moet er wel in. Ik ben er. Oké, ik ga wel. Ja. Oké, kom eraan.
Wow, okay, omdat al die kooltjes van jou, die blijven daar op dat spoor. Wow, waar gaan we nu heen? Is dit het laatste station, toergids? Ja, dit is het laatste station. Je ziet het al een beetje in de verte. Wow, kijk hier beneden, kijk hier beneden. Wow. Ja, dat is dus de Traceratops waar ik het over had. Die je hebt geaaid. Zie je hoe groot die kunnen worden? De Traceratops? Wat zei je nou? Traceratops, oftewel trike, een afkorting daarvan, is die ene baby Traceratops die je hebt geaaid in dat kooltje. Ja, ik weet het. Een auto? Ja, een tourauto op de grond. Oh. Dat is van hem, denk ik. Die tourauto is zeker van mij. Misschien kunnen we erin. Ik zal even kijken. Ik weet niet of ik de sleutels bij me heb, namelijk. Dit is het aviari. Ik heb geen idee wat dat is. Oh, dat is een safari. Holy moly. Ik zit. Ik zit ook. Oké, laten we. Sorry. Heb jij wel een rijbewijs? Hallo? Ik heb de andere kant op, meneer. Moet ik de andere kant op? Ja, daar is de weg. Mag ik voorin? Ja hoor. Loop voorin. Kijk of dat kan hoor. Ik wil voorin. Oh, nee, dat kan niet. Nee. Ga maar. Oké, we rijden er gewoon even naartoe. We stappen daar ook wel uit. Wow. Ja, komt allemaal goed. Misschien moet je wel je lamp aan doen trouw. Rijden tegen de boom aan. Ja, dat is heel... Het is echt moeilijk te besturen, maar het maakt niet uit. We kunnen ook een stukje lopen anders. Oh, mijn auto is gecrashed. Jeetje. Dan moeten we maar lopen. We moeten te voet verder, denk ik. Welkom bij Jurassic Park. Nogmaals, dit is dus een beetje het open gebied. Hier zijn gewoon normale dino's en niets van die hele gevaarlijke. Dus het maakt niet heel veel uit. Weet je zeker dat we hier gewoon kunnen rondredden? Ja, ik denk het wel. Wacht even hoor, ik moet even wat met Lotte overleggen. Lotte, kom eens. Oh, ja? Wat is er? Kom eens. Ik ben aan het zwemmen, ik kom eraan. Ik ben er. Oké, als jij even gaat zwemmen, tourgids. Oké, Lotte, luister. Die tourgids heeft letterlijk een hele dinosaurus losgelaten. Jij wordt aangevallen, er zijn een paar mensen doodgegaan. Ja. Ik denk dat we die tourgids moeten dumpen. Ik zie hier twee auto's, we kunnen vluchten als je wil. Oké, stel. Pak een auto, Lotte, pak een auto, stond hij geen auto. Hey, jongens, we kunnen hier... Wat doen jullie? Mijn auto. Hey. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. En dan check ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!